Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de Universiteit van Gent, reeds enkele malen te gast geweest bij ons. Dus welkom terug, professor. Met veel plezier. En ik mag u misschien voor de gelegenheid, aangezien het niet meer de eerste keer is, verbeteren. Het is Universiteit Gent. Ik ben een trouwe UGenter en het is een eigen naam. Het is Universiteit Gent. We zijn niet van de stad, wij zijn van onszelf. Oké, okay, I stand corrected, zoals ze dat in mooi Nederlands zeggen. Dus Universiteit Gent, heel duidelijk nu eigen naam. Voilà, bijgeleerd. Zo hoort het, professor, dat u dingen bijleert. Om bij te leren heb ik een aantal vragen voor u omtrent een onderzoek dat u gevoerd hebt, omtrent discriminatie op de arbeidsmarkt in Antwerpen, heel specifiek. Misschien als eerste vraag, waarom specifiek Antwerpen? Omdat zij bereid waren om ervoor te betalen. Nee, zij hebben een bestek gemaakt waarop mensen konden indienen, instellingen indienen, om het onderzoek te voeren. Het is zo dat in het bestuursakkoord van de stad Antwerpen in 2018 zijn de partijen die in het stadsbestuur zijn gekomen, N-VA, SPA, Open VLD, die zijn tot een compromis gekomen, dat er praktijktesten moesten worden uitgevoerd op sectorniveau, wat ik een zeer goed idee vond. Maar tegelijkertijd is dat een compromis tussen enerzijds praktijktesten gaan doen om individuele werkgevers op te sporen en te proberen bestraffen, wat de meer linkse partijen voorstaan. En langs de andere kant, ja, partijen die minder pro-praktijktesten zijn. En dan land je ergens in het midden, namelijk praktijktesten, op een niveau waar dat je wel die sectoren kunt gaan aanspreken, maar niet met als bedoeling om individuele werkgevers te gaan bestraffen. En ik denk dat dat exact juist is. Dus buiten het compromis dat het ook gewoon goed is, omdat je die testen zijn eigenlijk niet bedoeld om individuele werkgevers op te sporen. Want als je op één vacature solliciteert met twee kandidaten en men ziet toevallig de ene wel, of er is een detailverschil waar men dan op afgaat, ja, je kunt dat toeval gewoon niet uitsluiten. Dus je kunt op dat niveau van die individuele werkgever zeer weinig gaan zeggen. Maar hier hebben we het dus op een sectorniveau gedaan. En het zijn praktijktesten geweest, dus effectief fake sollicitaties? Ja. En de luisteraar kan dat niet horen, maar ik zie uw gezicht bij de fake een beetje vertrekken inderdaad. En wat wij daar doen is, we selecteren echte vacatures en we sturen daar fictieve sollicitaties naartoe. Je kunt zeggen, ja, je vraagt dus tijd voor bij werkgevers om iets te doen waar ze eigenlijk niet om gevraagd hebben. En dat is zeker juist en dat ligt dus in een afweging die ethische commissies daarover maken. Hetgeen dat het voornaamste tegengewicht is, laat ons zeggen, tegen dat ethische bezwaar, is dat dit de enige wetenschappelijke valide manier is op dit moment om discriminatie echt te gaan meten. Omdat je kunt wel bijvoorbeeld een survey-onderzoek doen, een bevraging, en dan gaan vragen, ja, discrimineert u of aan anderen wordt u gediscrimineerd? Maar dan krijg je geen eerlijk antwoord, of niet noodzakelijk een eerlijk antwoord. Je kunt ook zeggen, we gaan met administratieve gegevens aan de slag. We kijken in data hoeveel verdienen mensen en we kijken dan of zij bijvoorbeeld autochtoon, allochtoon zijn en of dat er verschillen zijn. Maar op basis van administratieve gegevens kun je nooit echt een deeltje van het loonverschil gaan toewijzen aan discriminatie. Bijvoorbeeld motivatie, dat is iets dat je niet in administratieve gegevens ziet. En twee personen kunnen op basis van administratieve data heel gelijkaardig zijn, maar voor de werkgever waarbij ze gaan solliciteren, ja, totaal verschillende mensen, bijvoorbeeld naar motivatie. Dus dit soort van praktijktesten, correspondentietesten, zoals wij ze noemen, zijn ja, de manier om het te doen. En daar staat dan wel tegenover dat we wat tijd vragen aan werkgevers die niet bewust zijn dat ze getest worden. Maar het is een brief die wordt gestuurd of een e-mail. Het gaat hem niet over effectief de sollicitatieprocedure, kandidaat, werkgever. Nee, het is inderdaad geschreven. We zitten natuurlijk in 2021, dus postzegels gaan we daar niet meer aan vuil maken. Hè. Het zijn vacatures die online verschijnen. Daar sturen we twee e-mails naartoe en dan wachten we de reacties af. Die kunnen binnenkomen ook via e-mail, ofwel via de voicemail van het telefoonnummer dat aan de fictieve sollicitant is gekoppeld. Dan is er een mogelijke reactie en wordt het onderzoek meteen stopgezet. Hè. Dus het is niet zo dat wij een spelletje van vraag en antwoord gaan spelen.
Nee, we analyseren gewoon de allereerste reactie. Die kan zijn, je wordt uitgenodigd op een jobgesprek, of die kan een andere positieve reactie zijn, of een negatieve reactie, dus een afwijzing, ofwel geen enkele reactie. En het zijn die eerste uitkomsten die we analyseren en dan stopt het ook. Het is ook zo dat we elke werkgever hoogstens één keer testen met een bepaalde discriminatiegrond en voor de rest met rust laten. Maar in die zin, ja, je gaat dus eigenlijk twee sollicitaties doen bij een werkgever met een verschillende naam. Waarschijnlijk de ene een lokale naam, Peter Janssens, en dan een bijvoorbeeld een vreemd klinkende naam. Ja. Maar zijn er dan nog details die verschillen in een cv? Want een werkgever gaat misschien net op de ene wel reageren en de andere niet, omdat die denkt van, ja. Oh ja, maar die woont net iets dichterbij, juist. Dat adres is iets dichterbij. Of... Ja, wat we inderdaad doen is, we hebben twee templates, laat ons zeggen, van een cv en een motivatiebrief. Die worden gebruikt en we proberen die gelijk te houden, maar daar zijn detailverschillen. Ze doen bijvoorbeeld beide aan sport, maar de ene doet sport X en de andere doet sport Y. En een werkgever kan misschien meer affiniteit hebben met een bepaalde sport of inderdaad met een bepaald adres of wat dan ook. En daardoor ja, toch maar voor de ene kandidaat kiezen. En dat is ook de reden waarom ik daarnet heb gezegd, hè, je kunt op het niveau van één werkgever nooit uitspraken gaan doen, omdat die per toeval voor een bepaalde kandidaat kan kiezen. Het punt is dat als je voldoende vacatures selecteert en daarop solliciteert, dat dat toeval niet meer kan spelen, want je gaat die vreemdklinkende naam de ene keer aan de ene template koppelen, met detailverschillen ten opzichte van de andere, en de andere 50% van de vacatures koppelen dan aan een ander, zodanig dat die kleine verschillen op een sectorniveau niet meer kunnen uitmaken. En op dat sectorniveau kun je dan ook statistische toetsen gaan doen om te kijken of de verschillen in kans op een uitnodiging en op positieve reactie statistisch significant zijn. En op welke verschillen is er dan gemeten? Wat is onderzocht? Discriminatie, ik veronderstel natuurlijk op basis van afkomst, maar zijn er nog bepaalde elementen waarop getest is? Ja, en dat stond meteen ook in het bestuursakkoord in 2018 in de stad Antwerpen, dat men diversiteit voldoende divers zou benaderen. En ik vind dat persoonlijk uitstekend, omdat we in het verleden hebben gezien dat bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie van dezelfde orde was in eerdere Vlaamse correspondentie-experimenten als etnische discriminatie. Dus uiteindelijk is er getest op etnische discriminatie, leeftijdsdiscriminatie, seksuele geaardheid als discriminatiegrond en gender als discriminatiegrond. Trouwens, voor die twee laatste, gender en seksuele geaardheid, is er in mijn ogen goed nieuws. Aangezien dat we daar geen enkele indicatie hebben gevonden van ongelijke behandeling. Sterker nog, wat seksuele geaardheid betreft, was er zelfs een licht hogere kans om uitgenodigd te worden op een jobgesprek en een positieve reactie te krijgen. Maar dat licht hogere, die licht hogere kans, die was niet statistisch significant. Dus daar konden we geen toeval uitsluiten. Het idee is daar, doe je dat nog eens, zo'n experiment, dan is het misschien licht omgekeerd of precies gelijk, maar dus seksuele geaardheid, gender, helemaal geen evidentie voor discriminatie. En misschien dat wat gender betreft sommigen wel zal verbazen. Misschien dat we daar ook doorheen de tijd wel al een hele positieve evolutie hebben meegemaakt. Dus laat het ons inderdaad positief bekijken dat daar geen discriminatie te merken is. Maar ja, dat wil dus zeggen dat er anderzijds wel discriminatie gemeten is. Ja. Maar ook daar kunnen we genuanceerd zijn. Dus de twee gronden die overblijven, etniciteit en leeftijd, daar vinden we duidelijk ongelijke behandeling. Als we bijvoorbeeld etniciteit uitnemen, dan als we alles samengooien, alle vacatures die we hebben getest met een Vlaams klinkende naam en een vreemd klinkende naam, dan zagen we dat de Vlaams klinkende namen, dat die, en voor de rest waren ze volledig gelijk als de cv's met een vreemd klinkende naam, dat die in 33% van hun sollicitaties een positieve reactie kregen. Degene met een vreemdklinkende naam in 27,5% van hun sollicitaties. En dan is natuurlijk de vraag, is dat een groot verschil of is dat geen groot verschil? En daar kan iedereen zijn eigen appreciatie natuurlijk aan geven. In elk geval, het is statistisch significant. Het is duidelijk dat er een verschil in kans op een jobgesprek, op een positieve reactie is tussen die groepen. Dus dat er een problematiek van ongelijke behandeling of ongelijke kansen is.
Betekent dat dat een meerderheid van die werkgevers in Antwerpen aan het discrimineren is? Helemaal niet. Betekent dat dat de helft aan het discrimineren is? Helemaal niet. Het gaat duidelijk om veel lagere aantallen. Maar er zijn minder kansen als uw naam vreemd klinkt, bij wijze van spreken, dan wanneer hij Vlaams klinkt. Dat is duidelijk zo. Wat leeftijdsdiscriminatie betreft, hebben we dat ook gevonden. Hè? Dus we hebben solliciteerd met kandidaten van 38, 44, 50 en 56. En dus paartjes die 6 of 12 jaar in leeftijd verschillen. En daar zagen we ook dat die 6 of 12 jaar ouder zijn, dat volstaat om je kansen op een positieve reactie te zien terugvallen met een tiende. En je kans op een uitnodiging met een vijfde, dus met 20% te zien terugvallen. Zijn er ik weet niet of dat daar eigenlijk op getest is, maar als er dan gekozen wordt voor vreemdklinkende namen, zijn daar onderling nog verschillen in gemaakt? Is het een Zuid-Amerikaanse naam? Is het een Oosterse naam? Absoluut. Dus wat hebben we gedaan? We hebben 4 namen genomen die, alleen meer dan 4, maar goed, 4 groepen van namen genomen naar specifieke etnische origine, namelijk de Marokkaanse, de Turkse, de Slovaakse en de Ghanese groep, omdat dat in Antwerpen belangrijke groepen zijn. En we hebben daar gevonden dat de Marokkaanse en de Slovaakse namen, dat die eigenlijk de gevonden discriminatie dreven, en dat onder hen de terugvallen in kansen op een jobgesprek en zo verder meer terugvallen dan onder Turken en onder Ghanezen. Bij Turken is het zelfs zo dat het wat wij randsignificant noemen, hè, dus net niet significant. Dus we zien daar dat zij minder reacties kregen op hun sollicitaties, maar we kunnen daar het toeval niet uitsluiten. Voor Ghanezen hebben we zelfs geen enkele indicatie dat er discriminatie is. We kregen daar bij wijze van spreken exact evenveel positieve reacties en uitnodigingen voor die kandidaat. Ik heb vernomen dat sommigen verbaast op sociale media, in reacties op krantenberichten. Maar eigenlijk als je dat naast de resultaten van een praktijktest in Gent van 5 jaar geleden legt, dan is dat vrij consistent. Dan zag je ook daar dat de Afrikaanse groep, als we abstractie maken van Noord-Afrika, wat Marokko natuurlijk is, dat daar de Congolezen waren het ook geen enkele ongelijke behandeling ondergingen. Net zoals de Ghanezen nu in Antwerpen. Het verschil is dat de Marokkaanse en de Turkse groep een beetje omgewisseld is, Gent versus Antwerpen, en dat dus in Antwerpen het meer de Marokkaanse groep is waar we duidelijke discriminatie vaststellen. Maar ook dat is in zekere zin consistent, omdat het de grootste groep is in Antwerpen, daar waar de Turkse groep, waar we duidelijkste discriminatie vonden in Gent, ook daar de grootste groep is. Wat daar kan spelen is een vorm van statistische discriminatie, zoals we dat noemen. Dat wil zeggen, je hebt bepaalde ervaringen met een groep, en die kans op zo'n ervaring is groter aangezien dat het een grote groep is aan Marokkanen in Antwerpen. En als dat een minder goede ervaring is, bijvoorbeeld naar motivatie, wat dan ook, dan kun je op het moment dat je een volgende keer een cv voor jou ziet en je ziet daar een Marokkaanse naam op, er zijn niet veel verschillen tussen die cv's en je hebt die eerdere ervaring, dan kun je daarop handelen. Dus dan kun je eigenlijk daarop op gaan schiften. Is dat wettelijk? Nee, dat is absoluut niet wettelijk, want je gaat eigenlijk een individu gaan benadelen tot de groep waartoe die behoort. Maar dat is natuurlijk iets anders dan hard racisme, wat mensen vaak koppelen aan discriminatie. Voor een stuk was dit natuurlijk een nulmeting, want het is het eerste onderzoek van deze aard in Antwerpen. Anderzijds, u zegt, u noemde al een gelijkaardig onderzoek in Gent. Zijn die op een gelijkaardige manier gevoerd, zodanig dat we ze kunnen vergelijken, dat we kunnen spreken van een evolutie die zichtbaar is? Ja, ik ben blij dat u die vraag op die manier stelt, want u hebt gelijk, alleen impliciet in hetgeen, de manier dat u de vraag stelt, is het juiste. Het is altijd heel moeilijk om die correspondentie-experimenten te vergelijken. Je zit in andere sectoren, je zit in andere beroepen, je zit op een ander moment. Uw experiment ziet er een beetje anders uit, dus het is echt wel heel moeilijk om te vergelijken. Maar goed, als we dan toch moeten doen, en we vergelijken gewoon bijvoorbeeld voor het etniciteitsexperiment met de vreemdklinkende en Vlaamsklinkende namen, dan zien we dat de ratio's die we in Antwerpen hebben vastgesteld
dat die een stuk minder zorgwekkend zijn, bij wijze van spreken, dan wat we in Gent zagen en wat we ook eerder, 5 jaar geleden en daarvoor, in Vlaanderen zagen. Daar zagen we typisch dat de kans op een positieve reactie met een vreemde naam minstens met een derde, dus bij wijze van spreken met 33% terugviel. Nu spreken we eerder over een zesde en een vijfde, iets van die orde, 20%. En zo verder. En dat is toch wel iets anders. Allee, als je de vergelijking maakt met alle voorbehoud dat je daarbij moet maken, dan zou je geneigd zijn om te zeggen ofwel is er hier een positieve evolutie, ofwel is de problematiek in Antwerpen iets minder sterk dan in Gent. En eigenlijk is dat wel een verrassing, die evolutie over de tijd, omdat we zaten op het moment van deze test in een crisisperiode, in dat opzicht dat het aantal vacatures sterk was teruggevallen. En dan was theoretisch de verwachting dat, wanneer je als werkgever meer keuzes hebt, als je dan toch discriminatoir gedrag zou kunnen willen stellen, dat je dat dan meer kunt doen, omdat je voor je vacatures die je dan toch hebt, minder kandidaten hebt. Maar dat zien we helemaal niet. Hè? Dus de vrees dat de cijfers van vroeger nu nog uitvergroot zouden teruggekomen zijn, dat zien we hier helemaal niet in deze cijfers. Alleszins dat niet. U zei ook dat het onderzoek opgesteld was om te meten per sector. Zie je dan ook verschillen op die punten waar je discriminatie in het algemeen ziet? Zie je dan onderling nog verschillen tussen sectoren? Ja, zeker. Hè? Dus als we die resultaten hebben van etnische discriminatie, leeftijdsdiscriminatie, dan kunnen we die voor een stuk terugbrengen naar een aantal sectoren. We hebben gezien dat als we alle vacatures combineren en over al die gronden heen redeneren, dan zien we dat de gemeten discriminatie grotendeels terug te brengen viel tot 2 sectoren. 2 van de 5 focussectoren die we hebben gebruikt. Dat is enerzijds vervoer en opslag en anderzijds de klein- en groothandel. Zijn grote sectoren natuurlijk. En daar zagen we duidelijk een problematiek van ongelijke behandeling en dan in het bijzonder leeftijdsdiscriminatie. Daarnaast was er de sector administratieve en ondersteunende diensten, waar de etnische discriminatie die we gevonden hebben door gedreven werd. Daar vonden we, als we gewoon de vacatures in die sector namen, dus klein- en groothandel, dan volstond dat niveau, of dan volstonden die vacatures om de etnische discriminatie statistisch significant te vinden. Daarnaast was er de industrie, die een beetje kleiner was, minder vacatures, en daar konden we geen enkele vorm van discriminatie hard maken, dus duidelijk significante discriminatie vaststellen. En dan was er tenslotte de bouwnijverheid, waar we wel een substantieel aantal vacatures hebben getest en geen enkele indicatie hadden van discriminatie. Dus inderdaad wel enkele belangrijke verschillen, maar het is wel belangrijk om dat niet al te absoluut te gaan interpreteren. Hè. We kunnen zeggen dat die vormen van discriminatie die we gemeten hebben gedreven zijn door bepaalde sectoren. Maar je kunt dat natuurlijk niet. Ja, een sector bestaat uit heel veel verschillende werkgevers, vanzelfsprekend heel veel verschillende bedrijven. Dus het is zeker niet de bedoeling dat we nu de bedrijven in bepaalde sectoren allemaal gaan zien als halve racisten of wat dan ook. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Ja, we kunnen inderdaad zeggen, er is dus een positieve evolutie. Er zijn onderlinge verschillen tussen sectoren. Als we dan kijken naar de toekomst om het nog beter te maken, zou het dan een oplossing zijn om te gaan werken en misschien met wetgeving het verplicht te gaan maken om te gaan werken met anonieme sollicitaties, dat net die 2 elementen, naam en leeftijd, niet meer op een cv gaan staan? Wel nee, omdat anoniem solliciteren, daar moeten we gewoon, denk ik, de wetenschap in volgen. En daar zijn experimenten gebeurd in het buitenland met anoniem solliciteren. In Frankrijk bijvoorbeeld. En de analyses die daaromtrent gebeurd zijn, die zijn negatief. Om een of andere reden blijkt dat niet te werken. Ik zeg om een of andere reden, we weten ongeveer wat er gebeurt. Dat is namelijk dat in de volgende fases van het sollicitatieproces er dan gewoon wordt overgecompenseerd en dat werkgevers die bepaalde keuzes willen maken,
ze dan toch maken. Bovendien, werkgevers die diversiteitsvriendelijk willen werven, ja, die kunnen het dan ook niet meer. Dus het onderzoek dat gebeurd is omtrent anoniem solliciteren, geeft niet de indruk dat dat echt de weg is om uit te gaan. Nee. Kortom, we moeten blijven inzetten op bewustmaking, om te laten zien, onder meer dankzij dit onderzoek, kijk, we zien het in een positieve evolutie, maar er is nog werk aan de winkel. Ik ben blij dat u het zo formuleert, want soms als ik op sociale media lees, dan heb ik het gevoel dat ik bij wijze van spreken de enige Vlaming ben die genuanceerd naar de problematiek kijkt. Dat klinkt heel zwaar, maar ik wil daarmee zeggen dat voor een grote groep mensen is discriminatie op de arbeidsmarkt de verklaring van alles, bij wijze van spreken. En de verklaring van elke mogelijke achterstelling en dat volledig. Een andere groep die lacht het dan weg, die zegt, moeten we hier nu ons geld in steken? Is dit wel belangrijk genoeg? En ik denk dat die twee groepen die daar nogal extreem naar kijken, en ik heb de indruk dat dat grote groepen zijn, en je hebt believers en non-believers precies, maar weinig daartussen, ik denk dat ze beide ongelijk hebben. Hè. Degene die denken dat discriminatie de verklaring is van alles, dat is onjuist. Hè. We weten door ander onderzoek dat er ook iets is als verschillen in menselijk kapitaal tussen groepen. Sommige groepen zijn nu eenmaal hoger opgeleid dan anderen en daardoor productiever. Sommige groepen hebben ook meer sociaal kapitaal, een rijker sociaal netwerk, sterkere integratie in de economische maatschappij. Een groter arbeidsaanbod. Hè. Je mag ook niet vergeten dat in sommige groepen de keuze om te gaan werken en dan vooral bij vrouwen minder uitgesproken is. Dus er zijn meer verklaringen dan discriminatie. Dus ik ben het met die eerste groep niet eens, maar ik ben het ook niet eens met de groep die de problematiek wegwuift, omdat hij ons eigenlijk allemaal samen veel te veel geld kost. Hè. We investeren in mensen, maar dan geven we ze toch minder kansen, waardoor dat ze dan misschien uit de arbeidsmarkt vallen of onder een niveau gaan werken. En dat is allemaal ja, onwettelijk, onethisch, maar ook economisch gesproken totaal inefficiënt. Dus ik denk dat de genuanceerde kijk op de problematiek de juiste is en dat je vanuit die kijk ook naar ja, milde maar adequate oplossingen moet komen. Ja, want die oplossingen kunnen dan heel verscheiden zijn, want ja, je kan dus enerzijds nog bewustmaking gaan doen bij werkgevers om diverser aan te werven, maar anderzijds kan het toch ook opgevat worden als een positieve boodschap naar jongeren waarvan nu algemeen wordt gezegd dat ze zelf denken, oh, het heeft geen zin om te studeren, want ik ga later toch gediscrimineerd worden. Nu kunnen we eigenlijk wel zeggen van, nee, je maakt toch wel een behoorlijke kans om aan de slag te gaan. Ja, ik ben het eens met het laatste en ik hoop inderdaad dat mensen ook die boodschap zien. Hè. Dus hopen dat hier inderdaad een positieve evolutie zit. Het is niet dat uw kansen tot nul gereduceerd wordt met een vreemdklinkende naam of met een oudere leeftijd. Vanzelfsprekend is het de verantwoordelijkheid van de overheid om deze problematiek aan te pakken. En van werkgevers om diversiteitsvriendelijk te bieden, te aan te werven. Maar dat ontslaat u natuurlijk niet als werknemer aan uw verantwoordelijkheid, bij wijze van spreken, om op school uw stinkende best te doen en op de arbeidsmarkt dat ook te doen. Hè. Het is in die kwestie, of in deze kwestie, echt een zaak dat iedereen voor de eigen deur gaat vegen. Zowel de overheid als werkgevers, als werknemers. En proberen zo weinig mogelijk naar elkaar daar te verwijzen. Dat is duidelijk de oplossing. En er is hier geen enkele reden waarom in ons land de werkstelling bijvoorbeeld onder personen met een migratieachtergrond zoveel lager hoeft te zijn voor eeuwig en 3 dagen dan in vele andere landen binnen Europa. En ik denk als iedereen voor zijn eigen deur wat meer zou vegen, alle drie die stakeholders, dat een goede zaak zou zijn. Het is natuurlijk gemakkelijk gezegd als iemand vanuit de Ivoren Toren die dan naar 3 andere partijen wijst, maar daar worden we dan vermoedelijk voor betaald om dat soms te doen. Dat is inderdaad de taak voor een stuk van de academici. Een andere taak is natuurlijk om te kijken hoe het evolueert. Ik noemde dit al een nulmeting. Zijn er plannen om over een bepaalde tijd dit herhalen? Hoeveel tijd moet daar dan eigenlijk tussen zitten om daar redelijke conclusies te kunnen uittrekken?
Absoluut. Hè. Het meten van discriminatie is geen doel op zich. Die cijfertjes vastkrijgen. De bedoeling is dat we komen tot een arbeidsmarkt met gelijke kansen die diversiteitsvriendelijk is. Dus dit is slechts een middel. Er is nu inderdaad een nulmeting. Op het niveau van de stad Antwerpen zal men nu met die sectoren aan de slag gaan. Daar zelfreguleringsplannen, dat is natuurlijk een beetje een vuil of een zwaar woord, maar in elk geval de bedoeling is dat zij plannen ontwikkelen om vooruit te gaan, waarna over 1 of over 2 jaar een nieuwe meting zal gebeuren. Het is vastgelegd dat die zal gebeuren, met natuurlijk de hoop dat door de plannen die zij uitrollen, dat het verbetert. En misschien denkt u, ja, dat is toch naïef, hè? Zal dat helpen? Wel, we hebben wel gezien in de interim sector, bijvoorbeeld enkele jaren geleden, dat die ook met zelfregulering aan de slag zijn gegaan. Ook zelf wat testen hebben uitgevoerd en zo verder. En op het einde van de rit, ja, was dat niveau van discriminatie wel gedaald. Dus het zou zomaar kunnen dat we over 2 jaar nieuwe testen doen en dat er een nog positievere evolutie bij wijze van spreken uitkomt. Dan denk ik dat we meteen een afspraak hebben om nog een podcast te doen, maar er zullen nog wel voordien ook gelegenheden komen waarbij we u terug kunnen uitnodigen. Professor Baart, dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt voor Doorbraak. Met plezier. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. U hoorde het, er zijn verschillen meetbaar, maar er is een positieve evolutie. Dus laat ons kijken naar de positieve boodschap die hierin zit. Dank u wel en tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.